Welkom allemaal bij de tweede sessie. Als het goed is, heeft u door hier te zijn gekozen voor de sessie over voldoende en schoon water. Mijn collega Mieke van der Laan en mijn collega Johan Vermeulen die gaan samen een presentatie geven aangaande het thema voldoende en schoon water. Jullie zijn ook beleidsadviseur. Dus jullie maken ook het onderwerp, jullie maken waarschijnlijk letterlijk het hoofdstuk hierover voor in het waterbeheerprogramma. Vandaar dat jullie hier ook een korte presentatie zullen geven. En dat jullie ook heel erg graag de input van de deelnemers willen horen en de reacties eigenlijk willen horen. Eventjes over de vorige sessie, we hebben natuurlijk al één gehad. De vragen die kwamen eigenlijk wat langzaam op gang, dus aan het einde kwamen er toch nog wel wat vragen die we snel moesten beantwoorden. Dus ik nodig u ook thuis van harte uit om de vragen gewoon alvast in de chat te tikken. Die worden allemaal netjes bijgehouden. Die kan ik dan ook meteen zien na afloop. Nu kunnen we ook van de tijd die er is gebruik maken. We hebben weer 35 minuten. En ja, Mieke, ik ben heel erg benieuwd wat je gaat vertellen. Ja, jullie hebben ook weer ongeveer 5 minuten, denk ik, om even kort wat te vertellen over het onderwerp. Wat we van plan zijn als waterschap. En daarna hoop ik dat we wat interactie kunnen doen met de deelnemers. Dus ik geef je het woord. Dankjewel. Goedemiddag. Ik ben dus Mieke van der Laan en beleidsadviseur waterkwaliteit of schoon water. En samen met mijn collega Johan Vermeulen zijn we de trekkers voor het hoofdstuk water. Daar hebben we het over voldoende en over schoon water. Over eigenlijk al het water wat we in het oppervlaktewater binnen het beheersgebied van Hollandse Delta. Eigenlijk hebben we dezelfde opbouw als de voorgaande presentaties. Dus ik zal jullie eerst iets vertellen over de ambitie. Vervolgens over onze lange termijn doelen en de specifieke speerpunten voor dit waterbeheerprogramma. En zoals Jessica net al zei, we horen graag wat jullie ervan vinden. Wat jullie missen, maar ook wat jullie graag mooie punten vinden om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Water zien we eigenlijk overal. Het is in het landschap een heel belangrijk aspect, ook in de maatschappij, want we gebruiken het voor heel veel dingen. Eigenlijk willen we richting 2050, eigenlijk nu al, maar zeker ook naar de toekomst toe, willen we zorgen dat er eigenlijk altijd genoeg water is, ook in periodes van droogte, maar zeker ook niet te veel in de tijden dat er te weinig water is. Verder willen we zorgen dat het water gezond is. Zoals op de sheet staat, dat het bruist van leven. Om de functies mogelijk te blijven maken, willen we gewoon dat iedereen er gebruik van kan maken. Maar ook zeker dat er veel natuur in kan voorkomen. Nou, dat zijn niet de enige belangrijke aspecten van water. We zien ook dat water iets is wat ons kan verbinden als mensen. Maar ook de mens met de natuur. Maar ook de stad met het platteland. Daar willen we naar streven dat water echt een meerwaarde heeft en nog meer gaat krijgen. En dan denken we ook aan duurzaamheid en aan energieopwekking, maar ook het landschappelijke aspect en het natuurlijke aspect. Nou, vanuit de ambitie hebben wij verschillende lange termijndoelen geformuleerd. Die zijn er eigenlijk soort van één op één van overgenomen. Dus we willen dat het water eerlijk en goed verdeeld wordt. We willen dat het waterleven in het water gezond is, dat het water schoon is. En zoals ik net al zei, dat het water meerwaarde heeft. Waarin het echt iets bijdraagt aan het landschap en de maatschappij. Voor de rest willen we dat het watersysteem robuust is. En dus ook de klimaatveranderingen die al bezig zijn, maar ook die in de toekomst komen, dat het daar tegen bestendig is. Nou, vanuit deze lange termijndoelen, die dus echt gericht zijn op 2050, hebben we verschillende speerpunten uitgedestilleerd. De eerste 3 speerpunten die zal ik doornemen en vervolgens neemt mijn collega Johan Vermeulen het over. Nou, het eerste speerpunt is dat wij een impuls willen gaan geven aan de waterkwaliteit en aan biodiverse waternatuur. Water is belangrijk voor verschillende functies. En dan denk ik aan drinkwater, en dan denk ik aan de agrarische sector, maar ook aan de industrie. Maar ook voor recreatie en voor natuur. Om al deze functies te kunnen faciliteren, hebben we een gezond en een schoon watersysteem nodig.
En zeker met klimaatverandering wordt het moeilijker om die waterkwaliteit op orde te houden. Dus daar zullen we hard aan moeten werken. Nog harder dan dat we nu al doen. En dat willen we op verschillende manieren gaan doen. We willen heel erg gaan samenwerken, ook met andere partners. Omdat we zien dat een aantal issues, die zijn eigenlijk van ons gezamenlijk. Dus we willen samen plannen maken en doelen opstellen. Daarnaast willen we ook een aantal hele concrete dingen gaan doen. Zoals dat we het watersysteem geschikter willen maken voor vissen. Maar ook dat we ons beheer en onderhoud zo aanpassen dat het beter past bij de ecologie op die plek. Het tweede speerpunt, als die doorklikt. Ja, daar komt die. Gaat over de kaderrichtlijn waterdoelen. We hebben het net gehad over de waterkwaliteit voor het gehele beheergebied. En vanuit een Europese richtlijn, de kaderrichtlijn water, die is doorvertaald naar onze eigen waterwet. Daar ligt een focus op de wat grotere wateren. Daarin wordt gesteld dat in 2027 moet die waterkwaliteit op orde zijn, moet goed zijn. Daar hebben we afgelopen jaar al samen met gebiedpartners een plan voor gemaakt. En dat plan bestaat uit doelen en uit maatregelen. En eigenlijk als waterschap willen we daar op twee manieren aan bijdragen. Aan de ene kant willen we door samen te werken en door regievoering, advies, samen komen tot oplossingen. En aan de andere kant zullen we ook aan onze eigen maatregelen die we in dat plan hebben opgevoerd werken. En dat zullen heel veel inrichtingsmaatregelen zijn, bijvoorbeeld baggeren. Dan ga ik door naar het derde speerpunt. Dat gaat heel erg over de stoffenproblematiek. Dan denk ik aan nutriënten, aan toxische stoffen. En bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. En daarin willen we heel erg in kaart brengen waar de problemen zitten en welke impact bepaalde aspecten hebben. En ook weer samen met omgevingspartners gaan kijken van hoe gaan we dan die problemen oplossen. Dan denk ik bijvoorbeeld wat betreft de landbouw, de agrarische sector, aan een deltaplan agrarisch waterbeheer waar we al mee bezig zijn, maar zeker de komende jaren ook steeds meer op in zullen gaan zetten. Dus dat zijn de eerste drie speerpunten. En dan geef ik het woord aan mijn collega die jullie mee zal nemen aan de volgende drie speerpunten. Ja, dankjewel Mieke. Ik ben Johan Vermeulen en graag benadruk ik nog even de volgende speerpunten die we op hebben staan. En dan ga ik even kijken of die door gaat klikken. Ja. Ons volgende speerpunt is dat we voor het jaar 2027, dus het eind van de planperiode, ons watersysteem echt klaar willen hebben voor het klimaat van 2050. Nou, dat is echt een grote ambitie is dat. Dat is echt iets wat je ook niet alleen kunt doen als waterschap, waar we elkaar voor nodig hebben. Maar het is een grote ambitie waar we echt ons werk keihard in moeten doen. Wat betekent dat nu? Nou, dat betekent dat we onder andere het watersysteem zo gaan aanpassen dat er extra bergingsmogelijkheden komen om die heftige buien op te vangen. Onze heemraad Johan van Driel zei er ook al wat over aan het begin van de sessie. Maar we gaan ook bijvoorbeeld kijken hoe we slimmer kunnen sturen in het watersysteem. Dus het water naar de plek waar dat kan en het water juist weglaten op de plekken waar overlast is. Op die manier kunnen we ook sturing geven in dat watersysteem. We doen dit nadrukkelijk ook met elkaar. We hebben daarvoor de gemeente nodig, we hebben de agrariërs voor nodig, we hebben de andere omgevingspartners voor nodig. Want een van de dingen die bijvoorbeeld ook heel belangrijk hierin is, is dat het water goed vastgehouden kan worden als er heel veel water valt. En dat betekent dus ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeente goed vasthouden op hun terrein, de particulier of de agrariër op zijn of haar terrein. En het waterschap, als het eenmaal in het water komt, natuurlijk voldoende bergingscapaciteit om te voorkomen dat er overlast komt. Het volgende onderwerp wat ook echt in de picture staat en waar heel veel aandacht voor is gekomen de afgelopen jaren, is het zoet water. We zitten in een goede positie hier in dit gedeelte van Nederland. De problemen die er in het oosten van het land zijn, die treden hier veel minder op, omdat we eigenlijk ook in droge zomers nog heel veel rivierwater aanvoer hebben vanuit de grote rivieren wat hier langs ons gebied stroomt.
neemt niet weg dat we echt heel goed moeten kijken naar een efficiënte inlaat van dat beschikbare zoet water. Want je ziet wel in die droge zomers van de afgelopen jaren dat ook het zoute water vanuit de zee steeds verder naar binnen landinwaarts dringt. En het voor ons steeds lastiger wordt om goed en zoet water in te laten. Nou, concreet houdt het in dat we efficiënter gaan inlaten waarmee het water uit de rivier in je gebied inlaat, bijvoorbeeld automatiseren, zodat het allemaal efficiënter en beter gaat. Wat we ook willen gaan doen, is duidelijk inzichtelijk maken hoe we dat zoet water op een goede manier kunnen faciliteren in de verschillende gebieden. In het ene gebied kan dat beter dan in het andere gebied. Dat willen we inzichtelijk maken, zodat ook de mensen in het gebied, dus bijvoorbeeld de boeren, duidelijk inzicht hebben in wat wij kunnen leveren als waterschap. Een belangrijke stap deze periode tot 2027. En als laatste, het laatste speerpunt, Mieke noemde hem ook al aan het begin, de meerwaarde van water vergroten. Hè. Water kan echt verbinden, verbinden van stad en platteland, verbinden van mens en natuur. Dat willen we op drie manieren doen. We zien dat water echt meerwaarde kan hebben als je het hebt over energieopwekking. Aquathermie heeft veel potentie. Dat is warmte gebruiken uit het oppervlaktewater voor duurzame energie. Nou, die mogelijkheid gaan we ook echt onderzoeken en daar zullen we in faciliteren als er partijen zijn die dat willen doen. Wat daarnaast belangrijk is dat ook de zichtbaarheid van het water en het genieten van het water meer onder de aandacht komt. We willen laten zien dat water iets moois is, dat je ervan kan genieten. Dat de inwoners er echt baat bij hebben dat er goed water is. We willen daar ook inwoners meer bij betrekken. Water, gelukkig is dat al niet meer zo. In de middeleeuwen werd het natuurlijk gezien als een soort van open riolering. Nou, nu kom je nog wel eens plekken tegen dat je denkt van het water wordt van alles ingegooid. Dat is uitdrukkelijk natuurlijk niet de bedoeling. Water moet iets moois zijn. Het moet gewoon van genoten kunnen worden. Dat willen we meer onder aandacht brengen. En er komt ook een stukje recreatie komt daarbij om de hoek kijken. Hemerad Johan van Driel noemde het ook al aan het begin van de sessie. Nou, dat is nog, hoe gaan we die beweging als waterschap maken? Nou, we willen daar wel stappen in zetten om ook een stukje recreatie te faciliteren en aantrekkelijk te maken. Als laatste, hoe gaan we dat dan doen? Dat is natuurlijk de grote vraag, de strategie. Nou, het is duidelijk, samenwerken, 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 dat is het kernwoord, het kernbegrip. Dat zal u ook niet vreemd overkomen. Wat we ook willen gaan doen is echt naar de toekomst kijken, een integrale visie maken op water. Hoe zien we dat water nu? Dat helpt ons ook om in projecten, in samenwerking met gemeentes, met de provincie, met andere partijen, om richting te geven. Wat we ook willen gaan doen is echt met watergebiedsplannen gaan werken. Een gebied inzoomen. Kijken wat voor opgaves er zijn en ook weer samen met u, met het gebied, kijken wat is daar mogelijk, wat kunnen we daar doen. En waar we dan ook heel erg naar op zoek zijn, is echt het combineren van functies met elkaar. Dus doe dan ook echt dingen samen. Hè. We hebben zelf als waterschap bijvoorbeeld die waterbergingsopgave om extra water te bergen bij hevige neerslag. Nou, dat zou je ook kunnen combineren met een stukje natuurvriendelijke oever of natuurlijke inrichting. En dan sla je twee vliegen in één klap. Dat is echt een belangrijke stap die we de komende tijd ook willen gaan zetten. En wat ik net al noemde, slim sturen, innovatie, automatisering, ook een belangrijke. Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden in, die willen we ook gaan benutten. En het laatste punt wat erop staat, meekoppelkansen benutten, is eigenlijk al in die watergebiedsplannen ook genoemd. Waar we echt ook echt in aan het groeien zijn als waterschap, is gewoon naar buiten toe. Wat zijn de kansen die zich buiten voordoen en hoe kunnen we daar onze eigen opgaves aan koppelen? Want dat maakt het alleen maar sterker, is onze indruk. Dat was ons verhaal. Okay. Goed, we hebben de laatste sheet nog wat dingen, wat algemene dingen erop staan. Ik heb nog wat vragen. Dus, je hebt een mooi verhaal verteld. Jullie hebben een mooi verhaal verteld. Dank jullie wel allebei. Jij zei iets moois. Volgens mij, we zijn als waterschap aan het groeien. Dat ik denk ook dat dat echt zo is. Dus dat we echt ons best willen doen om met u in gesprek te gaan, met het gebied te praten. En dus echt inderdaad gebiedsspecifiek te kijken van wat speelt er nou voor vraagstuk en wat willen de gebruikers nou en wat willen onze medepartners nou graag. U heeft gehoor gegeven aan mijn oproep om vragen alvast in te typen. En ik begrijp dat er ook heel even iemand zijn gezicht gaat laten zien. En dat is meneer Diederik Duizer.
En die is van de gemeente Hellevoetsluis. En je hebt er net al even kort aangestipt. Zijn vraag die heeft relatie tot zilt water ook. Het verder verzilten van het oppervlaktewater. Dus dat, meneer Duijser, uw vraag of uw inbreng. Zou u dat even willen zeggen in de uitzending? Jawel. Hoewel wij natuurlijk wel met veel goed water omringd zijn, is verzilting toch best wel een item in deze regio. Dus hoe lang gaan wij blijven investeren in het zoethouden van het oppervlaktewatersysteem? Ja, dat is een goede vraag. Hoe lang gaan we dat doen? Dat heeft ook te maken met wat er op ons af gaat komen als we kijken naar klimaatverandering. Onze insteek is wel op de plekken waar dat mogelijk is, echt dat zoete water gewoon te houden door efficiënter ook met het zoete water wat beschikbaar is om te gaan. En dat betekent dus wat ik net al noemde, als dat zoete water vanuit die grote rivieren langskomt, om dat ook op de juiste momenten in te laten. Je hebt vaak met eb en vloed natuurlijk ook die werking, dat er even een zoute golf langskomt en dan met eb weer een zoete golf vanuit de rivier langskomt. Nou, dat soort momenten moet je efficiënt uitpikken, uitkiezen om je water dan in te laten. En daar willen we ook in groeien en efficiënter mee omgaan. Dus het is onze intentie om het water ook echt zoet te houden, ook in de toekomst. Ja. Oké, dankjewel. Ik heb wat andere vragen ook. En ik denk dat ik daar eventjes Mieke voor moet uitnodigen. Dan moeten jullie heel even wissel doen. Dat gaat heel erg over de KRW-doelstellingen. En iemand zegt ook, de heer Ed Lafeber van de Watersportvereniging, die stelt ook wel van, streven naar schoon water en de meerwaarde van water voor mensen zoals recreatie, die staan soms haaks op elkaar. En er is ook sprake van een extreme groei van exoten. Nou, dat horen we natuurlijk ook wel in het nieuws. Af en toe komt er eens zo'n bericht. Hoe zit dat in ons gebied, de groei van exoten? En wat doen wij als waterschap om daar, om daar beleid op te voeren? Ja, er zijn inderdaad wel verschillende exoten die in ons gebied voorkomen. Wat we proberen te doen is dat zeg maar in beeld te hebben. Wat er zo al speelt en daar dan snel actie op te ondernemen. Wat betreft beleid hebben we dat ook wel in de planning om daar specifiek naar te gaan kijken. Van wat voor exoten zien we nou en wat kunnen we daar nou specifiek mee doen? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan de rivierkreeft, de Amerikaanse rivierkreeft. Dat kan natuurlijk een heel groot probleem wel zijn. Nou hebben wij in ons gebied nog relatief weinig last daarvan als we het vergelijken met andere waterschappen. Maar daar zijn we ons dus echt wel op voor aan het bereiden. Wat kunnen we daar nou mee? Wat is de beste strategie om daar mee om te gaan? Want soms dan kan je er iets aan doen, maar soms dan is het ook vooral proberen de schade te beperken. Ja. Zoveel als dat het kan. Want in principe is dat een bedreiging voor schoon water, exoten. Dus ik hoor jou ook wel zeggen van dat zijn we eigenlijk aan het onderzoeken in ons gebied. En dan helpt deze inbreng ook omdat duidelijk, hè, watersportvereniging, helder dat ook van belang is voor een watersportvereniging en de gebruikers daarvan. Dus mooi. Dan hebben wij een collega, mevrouw Corine Hengst van Waterschap Scheldestromen. En die vraagt de leuke vraag, gaat het lukken om de KRW-doelen te halen? Nou, dan zou ik eigenlijk bijna willen vragen van gaat het jullie lukken? Maar gaat het ons lukken? Want wij hebben natuurlijk ook het een en ander te doen daarin. Zeker, ja. Er staat ons nog zeker wat te doen. Ik denk overal in Nederland, maar dus ook in ons gebied. We hebben afgelopen jaar er heel veel op ingezet om dat plan te maken, zoals ik net al toelichtte. En daarin hebben we echt gekeken van wat moet er nog gebeuren om die doelen te gaan halen. We zetten er wel op in dat wat we bedacht hebben, dat we het daarmee ook gaan halen. Ja. Dus dat is wel echt het streven. En voor een aantal dingen, dat zijn hele concrete dingen, daar kunnen we, weten we goed wat we moeten doen. Er zijn ook nog wel een aantal thema's die echt wel lastiger zijn. Dat is onder andere die stoffenproblematiek. Dat is toch iets wat we heel erg samen moeten oppakken. En ik denk als dat ons goed lukt om dat met de verschillende partijen goed op te pakken,
dat we er wel kunnen komen. Maar er zit echt nog, we hebben echt nog wel wat werk aan de winkel. Nou ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het bij het waterschap Scheldestromen gaat. Dus mocht daar tips vandaan komen, dan horen we die natuurlijk graag. Want het is absoluut een serieus onderwerp. Het is ook EU-beleid natuurlijk. Ik hoor dat meneer Wietse van Alten van de Sportvisserij... die komt even in de uitzending, want die gaat een vraag stellen over ook de explosieve groei van waterplanten. Dus daar bent u al. Dat zag ik niet. Ja, goedemiddag. Allereerst complimenten voor deze opzet. Het is goed te volgen en bij te houden. Dus wat dat betreft, complimenten. Fijn. U heeft een vraag ook over waterplanten. Ja, dat zijn ook soms... zijn dat ook exoten? Dat weet ik niet eigenlijk. Maar dat hoeft die kunnen er zeker bij zitten. Die kunnen er absoluut bij zitten. Ja, ze zijn in ieder geval soms ongewenst, begrijp ik. Laat ik het zo zeggen. Ik spreek dan vanuit de sportvisserij. En dat doen wij ook wel vanuit boten. Dus wat dat betreft ook een beetje voor de vaarrecreatie. Door het veel helderder worden van het water. En in sommige systemen is het water ook niet zo diep. Dus dan valt het licht er veel in. En dan heb je nog wel eens te maken met een explosieve plantengroei. Waardoor je niets meer, niet meer kunt vissen. Maar ook niet meer kunt varen. En mijn vraag is eigenlijk van, in hoeverre staat het waterschap open om daar ook vanuit de andere partijen en het oogpunt van het gebruik naar te kijken en wellicht in samenspraak iets meer te doen? Ja, een hele goede vraag. We zien hier inderdaad dat er eigenlijk twee belangen spelen. We hebben en de waterkwaliteit en de recreatie. Soms gaan die heel mooi samen, want helder water geeft ook weer bepaalde soorten vis. Wat goed is voor de visserij, maar ook natuurlijk fijn voor recreatie als het helder water is. Maar in sommige gevallen leidt het inderdaad tot een explosieve groei of te veel aan waterplanten. Dus we zullen dat altijd ook in die twee, die twee kanten benaderen. Maar we zijn zeker bereid om daarover mee te denken wat daar mogelijk is. Om te kijken van waar gaan we inzetten op de waterkwaliteit en waar kunnen we inzetten op de waterkwaliteit, maar ook rekening houden met die recreatie. En ik kan me voorstellen dat we daar of met bepaalde gebieden of met het toewijzen van functies bij de ene plek iets meer nadruk leggen hier en bij de andere plek iets meer nadruk leggen daar. Dus dat ik denk zeker dat daar dat we daarop in kunnen en willen gaan zetten. Oké, dankjewel. Dankjewel Wietse voor jouw inbreng. Ik zag dat je ook nog andere inbreng hebt gedaan. Dat is niet echt een vraag, dus ik ga even door naar de volgende. Maar weet dat we meetypen en dat wij ook alles gaan nabeschouwen. Ik heb een vraag of een opmerking van de meneer Kees van hetzelfde. En dan ga ik denk ik even Johan uitnodigen, want dat gaat over het pijlbeheer. En dat gaat erover dat de provincie het actieplan Boerenlandvogels heeft vastgesteld tot 2027. En de vraag is eigenlijk in hoeverre is het waterschap betrokken bij dit actieplan? En dan noemt hij ook pijlbeheer in de wijde vogelheiden is van belang. En als ik dan pijlbeheer hoor, dan denk ik even aan de waterstand, zeg maar. Weet jij er wat over, Johan? Wel iets. Hè. Dus, het speelt met name in andere gebieden van de provincie. Dan heb je het over de gebieden in het Westland, Rijnland, Delfland. Bij ons zijn er ook wel wat veenweidegebieden waar dat soort dingen spelen. Onder andere het Oude Land van Strijen is een bekend gebied, ook een Natura 2000 gebied. Ja. Daar zijn we zeker in afstemming met de omgeving en dan onder andere Staatsbosbeheer ook bezig om te kijken hoe we een goed pijlbeheer daar kunnen doen. Het pijl hoger op kunnen zetten, zodat het ook aantrekkelijker wordt voor die weidevogels. Dus dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. Het is altijd een puzzel, want we moeten natuurlijk alle belangen tegen elkaar afwegen. Er zitten daar omheen bijvoorbeeld ook agrarische belangen. Ook vanuit de wateropgave. Hoe zorgen we ervoor dat een deel van dat gebied ook de voeten droog houdt op het moment dat het hard gaat regenen? Die afstemming maken we met elkaar. Maar we zien daar zeker wel mogelijkheden om dan in samenspraak dat pijl ook op te zetten. Oké, want ik begrijp dat het nog tot... het is vastgesteld, het is tot 2027. Nou, ons waterbeheerprogramma gaat ook tot die tijd. Dus het zou ook wel een kans zijn nu om daar iets misschien van mee te nemen als input. We zoeken dan ook de koppeling met de provincie daarin. Okay. Dus die toezegging is dan binnen dat we daar zeker even naar gaan kijken.
Ik ga even door, want ik denk dat ik dan ook nog bij jou blijf, Johan. Meneer Henk de Mink, die vraagt een interessante vraag. Hoe gaat het waterschap de sponsfunctie van de bodem bevorderen? Dat kunnen we niet. Maar hoe gaat het waterschap de sponsfunctie bevorderen? En dan, ik heb ook wel eens begrepen dat bijvoorbeeld de hele harde kleigrond, die dat water heel slecht af. Hè. Ik weet niet, hoe zit dat in ons gebied? Hebben wij daar veel van? Of is dat een issue bij ons? Ja, dat is absoluut een issue in ons gebied. Er zijn ook veel gebieden waar we met relatief toch hoge grondwaterstanden te maken hebben. Dus dan is er niet heel veel waterberging mogelijk in de bodem. Hè, dus op de hoge zandgronden, meer richting het oosten van het land of de Veluwe, is dat wat makkelijker. Maar het neemt niet weg dat we toch daar echt goed naar willen gaan kijken. Want wat we nu zien is toch, hè, bijvoorbeeld in stedelijk gebied, dat veel water in buizen wordt gestopt in de riolering. En dan ofwel naar de zuivering of gewoon gelijk naar de sloot toe gaat. En dan ligt het binnen een paar seconden in de sloot of bij de zuivering. En we hebben ook afgelopen jaren met droogtes te maken gehad, ook in stedelijk gebied. Waarbij het toch heel belangrijk is dat het grondwater ook goed wordt aangevuld. Bijvoorbeeld voor het groen wat er in dat stedelijk gebied aanwezig is. Dit is echt iets wat we samen op moeten pakken. Dit moeten we samen met gemeentes doen in stedelijk gebied. Maar in landelijk gebied ligt er bijvoorbeeld ook een hele grote rol voor de boeren in het gebied. Ja. Dan heb je het over zaken als het organisch stofgehalte in de bodem verbeteren. Misschien zijn er wel dingen mogelijk zoals wat dan genoemd wordt pijlgestuurde drainage. Dat je daar meer winst in weet te halen. Om er maar met elkaar voor te zorgen dat die bodem inderdaad beter als een spons gaat werken. Dus dat is echt iets waar we absoluut op in willen gaan. Ik denk ook even aan, het is niet helemaal jouw onderwerp, maar ik denk ook even aan verharding. Hè? Dus de dingen die we als waterschap allemaal doen op het gebied van klimaatadaptatie. Allerlei maatregelen om eigenlijk verharding te compenseren, dan wel ook tegen te gaan. Het begint bij mensen in hun achtertuin. Ja. Volgens mij werken we veel samen met gemeenten ook op het gebied van voorlichting daarin. We hebben daar ook een stimuleringsregeling in. Okay. Dus daar kunnen we ook particulieren in stimuleren als zij een idee hebben of iets willen doen in hun tuin om die verharding eruit te halen en het allemaal groener te maken. Stimuleren we ook in. Ja. Dus dat klinkt misschien wat klein dan over zo'n heel gebied. Maar ik denk wel dat in dit geval misschien alle beetjes helpen. Het is inderdaad allemaal puzzelstukjes die met elkaar één grote mooie plaat moeten worden. Ja, maar wat ook belangrijk is, hè, als je het hebt over mensen met tuintjes, dat het ook om een stukje bewustwording gaat. Dat ze zich bewuster van worden van, wacht even, wij kunnen daar ook een rol in spelen. Ja. En dat water is gewoon belangrijk. Ja. Dus dat. Ja, absoluut. Oké. Nou, dankjewel. Nou, ik vind het in ieder geval een fantastisch woord, de sponsfunctie. Dus misschien dat het woord wel in het programma komt. We hebben nog 5 minuten, dus dat is niet erg lang. Ik probeer nog eventjes de vraag van Leen de Geus voor te lezen. Naast het aanleggen van waterbergingen is ook het beheer en onderhoud van die gebieden van groot belang. Even kijken hoor. Zodat de retentiegebieden ook op langere termijn hun functie kunnen vervullen. Dat lijkt er nu wel eens bij in te schieten. Oké. De retentiegebieden, dat zijn de gebieden waar water naartoe terugstroomt? Waar water in opgevangen kan worden op het moment dat het echt nodig is. Ja. Dat is wel een belangrijk punt wat hier aangeraakt wordt. Hè? Want we hebben het over ambities en we hebben het over mooie vergezichten. Ja. Maar een heel groot deel van ons werk bestaat gewoon uit het dagelijkse reguliere beheer en onderhoud. Ja. Ja, en dat moeten we zeker niet vergeten, dat we dat op een goede manier doen. Nou, het bestuur is daar bijvoorbeeld ook wel van doordrongen. Hè? We hebben een programma dat heet Huis op Orde. Zorgen dat we echt op orde raken daarin. Dus daar is ook heel veel aandacht voor. Daar gaan we ook in het waterbeheerprogramma wel aandacht aan geven. Mm-hmm. We laten dat zeker niet links liggen. Dus dat is een belangrijk punt. Door gewoon ons dagelijkse beheer en onderhoud goed te doen, dragen we natuurlijk ook heel erg bij in het halen van die doelstellingen. Dus daar zijn we ons bewust van. Ja. Oké. Ik zie nog verschillende dingen die worden genoemd eigenlijk. Ik zie, er is nog een vraag van Diederik. En er wordt inderdaad nog wel gevraagd van, er wordt meer eigenlijk gezegd van, hoe zit het nou eigenlijk met differentiatie? Hè? Dus hoe zit het met differentiatie op het gebied van die KRW-richtlijnen? Dat is misschien meer iets voor jou, Mieke. Even kijken hoor. Diederik vraagt eigenlijk van, is er ruimte in het nieuwe beleid om af te stappen van de 10% compensatie-eis bij ruimtelijke initiatieven?
In relatie tot het item dan verbeteren van waterkwaliteit, is dat niet altijd verstandig? Nou, inderdaad, komt er maatwerk. Eigenlijk ook een vorige sessie ging over waterveiligheid ook. Hè, van, zijn we nou als waterschap al zover, gewoon even eerlijk vraag, mm-hmm. om eigenlijk gebiedsgericht ook wat maatwerk te realiseren? Hè? Want dit waterbeheerprogramma wordt natuurlijk heel erg hoog over, wordt beleidsmatig. Ja. Beleid is ook vaak natuurlijk een kwestie van keuzes. Kunnen wij nou nog met bijvoorbeeld Diederik in Hellevoetsluis, kunnen we nou daar ter plaatse ook met de gemeente daar het gesprek over aangaan? Is die ruimte er? Ja, wat ons betreft is die ruimte er zeker. Nou, we hebben het ook even kort aangestipt hoe we dat zouden willen doen. Een van de manieren waarop we dat zouden kunnen doen is door met zo'n watergebiedsplan aan de slag te gaan. Nou, watergebiedsplan klinkt heel erg dat het iets van het waterschap is. Het is ook wel iets van het waterschap, maar we willen daar nadrukkelijk de omgeving ook mee opzoeken. En vanuit zo'n plan kan je natuurlijk ook heel erg maatwerkgericht gaan kijken van wat heeft dit gebied nu echt nodig? Ja. En dat kan inderdaad in het ene gebied kan dat anders zijn dan in het andere gebied. Dus dat is ook wel een belangrijk onderdeel inderdaad. Kijk per gebied wat er nodig is en dan zal dat maatwerk zijn. Nou, Diederik noemt die 10% norm. Hè. Dat is zo'n eis die we vanuit de ruimtelijke ontwikkeling, vanuit de vergunningverlening opleggen bij nieuwbouw, bij toename van verharding. Je ziet dat de gemeentes ook steeds meer eisen stellen. Het opvangen van hemelwater op je eigen terrein als je nieuwbouw doet. Soms 50 mm, nou, andere getallen. Per gemeente is het verschillend. Dat betekent dus wel dat daar iets gebeurt ook op dat terrein. Ja, en dan kan die 10% eisen niet altijd meer nodig zijn. En dan moeten we daar gewoon een gesprek over hebben. Ja. Oké. Nou, ik denk dat het een mooi gebaar is. Een mooie ontwikkeling dan, om het zo te zeggen. Dat we echt op zoek willen naar maatwerk. Naar inderdaad, wat speelt er in het gebied? Welke belangen zijn er allemaal? Ja. Wat is maatschappelijk belang? Wat is ons belang? Ja. En ook echt breder kijken. Hè. Breder kijken dan alleen het watersysteem. We moeten het systeem als geheel moeten we bekijken. Precies, het rioleringssysteem. De hele ruimtelijke inrichting. Ja. Dat is één geheel. Ja, oké, dankjewel Johan en dankjewel ook Mieke. Jij staat daar op veilige afstand van ons, maar dank ook voor jouw bijdrage. Het is 3:14 en over 1 minuut dan gaan we alweer samenkomen. Dus ik ga echt nu afronden. Nogmaals, er zijn nog meer dingen gezegd, er is nog meer input gegeven. Het is hier allemaal netjes al in een document bijgehouden en dat gaan we natuurlijk sturen naar de penvoerders van dit hoofdstuk. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor de input. Wat mij betreft is het ook na vandaag niet klaar. Het is alleen maar fijn voor ons om ook wat namen en wat gezichten, ook voor mij, om weer eens even wat mensen te zien. En het proces wordt vervolgd en ik schakel graag over naar de volgende kamer met Liesbeth, waar we gaan afronden en waar u nog te horen krijgt hoe het vervolg er nu uitziet. Dus ik wens u een fijn vervolg en nog een hele fijne dag. Bedankt.